Ja, vanavond ging de 30 Minutes weer eens niet door omdat ik in slaap gevallen ben. In het verleden gebeurde dat een paar keer per jaar, maar de laatste tijd is het een beetje schering en inslag. Het komt omdat ik eind vorig jaar verschrikkelijk hard heb moeten werken, waarschijnlijk wat te hard. Ik doe het nu wat rustiger aan en je ziet het waar die ontspanning dan toe leidt. In ieder geval kon ik geen Daily Minutes maken. Ik werd om 7 uur wakker en wat ik als goedmakertje doe, dat kon om 7 uur dus niet. Maar ik heb vanmiddag wel die DX-headlines opgenomen voor aanstaande zaterdag. Dan gebruik ik die in plaats van de Daily Minutes. Die is wel in het Engels, maar goed, dan heb ik in ieder geval vanaf 10 uur vanavond en morgenochtend op de 3 tijdstippen en op internet een Daily Minutes die toch ergens op lijkt. This is Peter John with the DX-headlines. The first week of January, it was the end of an era. Both 600 feet high towers of the former medium wave transmitter station near Zeewolde were blown up. It were the last large towers for broadcasts in the medium wave band in the Netherlands. The station, designed to operate on 747 kHz and 1008 kHz with a coverage of almost all of the territory of the Netherlands, was constructed in the early 80s. It then was a novel concept, not only because of the special radiation pattern, it was also new in the sense that pulse width modulation was used to achieve AM modulation. In the 80s there was no legal commercial radio in the Netherlands. Since the early 90s there is. The location kept being used by the public broadcasters in those days. In recent years, from the location first one, then two commercial stations used the transmitters. 747 kHz was switched off a few years ago, and on 1008 kHz Groot Nieuws Radio operated until January 1st, 2019. That day their lease ended, and as usual with these locations with their high maintenance costs, only a few days later the site was then demolished. On the same day as the Netherlands, the last medium wave station of Belgium stopped, in the French language part of the country. Belgian Dutch language radio on medium wave ceased to operate a few years ago. There still is a high power AM transmitter in the Benelux region, which is in the long wave band on 234 kHz in Luxembourg. On that frequency there still is a French language program of commercial station RTL. Thanks to LPAM regulations, the Netherlands now has 64 LPAM stations that are mostly run by hobbyists. Groot Nieuws Radio is still on the air on digital platforms and via satellite. This was Peter John for the DX Headlines on the mighty KBC. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.